Het is belangrijk dat leerlingen kunnen voelen en dankzij deze determinatieblaadjes kunnen zij het verschil voelen tussen de verschillende bladsoorten. Op deze manier hoeven zij geen beroep meer te doen op de leerkrachten, kunnen ze via de braille alles gewoon eens zelf lezen zonder steeds die feedback te nodig te hebben. Het is eveneens goed voor de visuele leerling omdat hij het woord kan zien, maar door het voelen aan de blaadjes en dus de insnijding van het bladsoort, kan hij ook die X. Er wordt gedifferentieerd in het materiaal omdat deze aangepast is aan de visuele noden. Leerling E uit de klas is een slechtziende leerling met CGI, zoals er iets uitgegeven in de beginsituatie, dus hij kan wel zien. Hij heeft echter wel extra nood aan het voelen van de bladinkerving, omdat dit niet altijd even duidelijk is voor hem. Hierdoor kan hij ook het verschil voelen tussen het voorbeeldblaadje en het eventuele echte blad die hij vindt in het Astridpark. Voor leerling C en leerling K kunnen zij enkel beroep doen op het voelen. Daarom is het heel belangrijk om het verschil te kunnen voelen, wat niet altijd even duidelijk is. Maar door de inkervingen heel duidelijk proberen te maken en om eventuele mondelinge feedback te geven, kunnen we hieraan tegemoetkomen voor alle leerlingen. Voor C en K is het braille een echte must, omdat zij op deze manier zelfstandig kunnen werken. Deze materialen bieden als voordeel dat de leerling zich niet speciaal kan voelen en wij kunnen het ook gebruiken in andere vakken of in andere richtingen. De drie kokers zijn opgebouwd in functie van het weerspiegelen van een boom met de wortels. Hoe groter het oppervlakte, hoe meer weerstand deze kan bieden. Drie kokers zijn telkens voorzien van een cijfer, zowel in het voor de visuele als voor het braille schrift. De leerlingen kunnen de kokers eerst voelen, zodat zij zich bewust worden van de grootte en hoe alles eruit ziet, inclusief het oppervlakte die zich onder de drie kokers bevindt. In de les wiskunde hebben de leerlingen gezien hoe ze de oppervlakte van een cirkel moeten berekenen. Ze hebben dit gedaan aan de hand van een emmer, want ook dat heeft een middelpunt. Als zij hun vinger daarop leggen en met hun duim dan naar de rand gaan, voelen zij dat deze overal even ver gaat. Daarna kunnen zij de transfer maken naar het breken van het oppervlakte en dus ook naar de stabiliteit. Dit heeft ook een positief effect voor de visuele leerlingen, want zij zien het en kunnen het voelen. De volgende test laat ons de stabiliteit van het grondoppervlakte zien. Geen grondoppervlakte of een klein grondoppervlakte heeft een heel groot effect, namelijk de koker valt om. Bij een koker waar het grondoppervlakte iets groter is, zien we dat het niet gebeurt. Zoals eerder vermeld, kunnen de leerlingen voelen waar het middelpunt zich bevindt. Dit wordt weergegeven door een kleine inkerving, waardoor er een verschil is in het relief.